Melding Vuurwerk in Venray. Voorstellingen Dizzy Dance in Schouwburg. Het is vandaag 18 december, dit is het Pelen Maasjournaal. Met de jaarwisseling voor de deur is het eerste vuurwerk alweer te bestellen. Het afsteken ervan is nog niet toegestaan, maar daar houdt niet iedereen zich aan. Ondanks het feit dat afsteken pas op 31 december tussen 6 uur 's avonds en 2 uur 's nachts is toegestaan, zijn de eerste knallen al te horen. En dat merkt ook de politie Venray. Momenteel krijgen we wel wat meldingen binnen. Tijdstip is er weer voor gekomen om vuurwerk af te steken, vinden ze, vindt de jeugd. Daar hebben de burgers er last van en die doen ook wel wat meldingen. Vuurwerk is pas de laatste 3 dagen van december af te halen. En alles wat nu al afgestoken wordt, komt dus waarschijnlijk niet uit Nederland. Wat er nu wordt afgestoken, dat is voornamelijk illegaal verboden vuurwerk. Dat komt vanuit het buitenland, wordt besteld via internet, wordt thuis afgeleverd. En dat wordt wel doorverkocht. Dit is aangetroffen in een voertuig voorin. Nou, dat zijn 300 stuks, Poolse nitraten. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want als er een lucifertje bij komt, dan is de binnenkant van de auto is helemaal weg. En de slachtoffers dan nog niet bijgerekend natuurlijk. Dus daar willen we nadrukkelijk op controleren. En wat voor straf staan er op het bezit van dit soort vuurwerk? Nou, dat gaat tegenwoordig vrij ver. Er zijn ook gevangenisstraffen als je echt handelsvoorraad gaat krijgen. En daar gaat dit toch wel duidelijk op lijken. Dan kan dat zelfs naar gevangenisstraffen toe gaan. De straffen op handel in illegaal vuurwerk zijn dus erg hoog. Maar waarom is dit vuurwerk eigenlijk zo gevaarlijk? Illegaal vuurwerk, verboden vuurwerk, is gevaarlijk omdat dat bij het minst geringste kan ontploffen. Er zit een andere soort stof, SAS, in dan het consumentenvuurwerk. Met name zit hier flitspoeder in en dat bij enige statische elektriciteit kan dat zomaar ploffen. De politie doet er de komende tijd alles aan om het afsteken van vuurwerk buiten de toegestaande tijden aan te pakken. We gaan vanaf deze week ook echt vuurwerkcontroles doen. Dat wordt opvallend in politieauto's, in uniform gedaan, maar ook in burger. We hebben handen ineengeslagen met de handhaving van de gemeente Venray. Wij gaan daarmee gezamenlijk op pad. Dus de burger kan ons zien rijden in de busjes van handhaving of een politieauto. We hebben dit jaar samen de handen ineengeslagen om dat te combineren en de pakkans te vergroten. Naast de politie zal dus ook de handhaving gaan meehelpen in het bestrijden van vuurwerk. Maar ook burgers kunnen zeker een steentje bijdragen. Dit kunnen ze vooral melden bij ons. Mocht je enig idee hebben van er wordt gehandeld in het spul of we zien iemand sjouwen met dozen, pakketten, wat niet normaal is, laat ze dat vooral melden via 0900 8844. En dan kunnen wij daar een onderzoek op loslaten met de hoop dat er een hele hoop problemen gaat voorkomen. Afgelopen weekend stond de voorstelling van Dizzy Dance op het programma. In de Schouwburg van Venray werd de show 4 keer opgevoerd. De voorstellingen van Dizzy zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bekend evenement in Venray. Ook dit jaar stonden er vele dansers en danseressen weer op het podium. Dit is denk ik de 15e show die we hier organiseren. En het is leuk om te horen dat we nog steeds groeien. Mensen zeggen iedere keer van het is nog mooier dan de vorige keer. En ja, dat is gewoon super fijn. Maar vooral de energie en het plezier wat de dansers hebben achter de schermen, ja, daar doen we denk ik allemaal voor. Want het is echt zo fijn om te zien hoe zij kunnen genieten en samen naar elkaar kijken. Dus dat is wel heel bijzonder. Het thema is back to school. En wij zijn schoolmeisjes die naar school gaan. Naast de dansers, danseressen en choreografen helpen ook veel vrijwilligers en ouders bij de productie van de show. En dat doen ze met veel plezier. Ja, alleen maar positieve verhalen. Ouders vinden het hartstikke leuk om te helpen. Ze pakken zelf bezig omdat ze de ruimte mee in school willen maken. Ze vinden het leuk om te doen en ze vinden het leuk als de kinderen stralen. En daarvoor doen wij het allemaal. En stralen, dat deden de artiesten ook op het podium. En dus kunnen de choreografen tevreden zijn. Het gaat heel goed. We hebben heel veel lovende reacties gekregen. Achter de schermen gaat het allemaal heel goed. De dansers zitten er goed in. Veel energie, vol enthousiasme. En ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat. Na 4 mooie shows kan iedereen die meegeholpen heeft bij de productie terugkijken op een geslaagd weekend. De schoorsteen van de oude melkfabriek Venray wordt gerenoveerd. De opvallende toren aan de Leunseweg zal de komende tijd in de steiger staan. De renovatie van de 35 meter hoge schoorsteen is in volle gang. Maar waarom is het eigenlijk nodig?
omdat die schoorsteen eigenlijk aangetast is door zwavel, wat met stookolie meekomt in het rookgas. En dat heeft tientallen jaren het metselwerk aangetast. En als je dan niks doet, dan na verloop van tijd, dan zou die schoorsteen omvallen. Dat duurt de hele tijd, maar uiteindelijk valt die om. En die zwavelaantasting, dat is eigenlijk het ergste. Dus dat is de bron van de ellende. Die zit aan de binnenkant van de schoorsteen. En die moet er afgehaald worden. De buitenkant was echter ook al aangetast. Dus besloten is om het scheve gedeelte, steen voor steen eigenlijk, af te breken, naar beneden te brengen en af te bikken. Is allemaal gebeurd en dat wordt ook steen voor steen weer opnieuw opgebouwd. De Stichting Industrieel Erfgoed Melkfabriek Venray wil dat de schoorsteen behouden blijft, omdat het hoort bij de gemeente. Het is toch wel een beetje ook het karakteristiek van dit stukje van Venray, de karakteristiek van de Leunse Weg zou ik haar zeggen, is toch die fabriek met die schoorsteen. En die schoorsteen, dat is een eikpunt voor de omgeving om te zien, hé, daar gebeurt het. De schoorsteen moet begin 2016 volledig gerenoveerd zijn. We denken dan dat het zo medio februari echt klaar is en opgeleverd kan worden. Dan komt er nog een afdichting aan de bovenkant, dat er niet te veel regenwater meer in kan komen. En dan zullen we inderdaad daar een gepaste opening voor doen. Dat hebben we nog niet helemaal in gedachten hoe we dat dan gaan vormgeven. Het project is nog niet volledig gefinancierd en dus zijn alle donaties nog welkom. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdagavond is er een nieuwe uitzending van Venray een bedrijf aan tafel te zien, die geheel in het teken van de Venrayse ondernemersprijzen staat. Voor dit jaar was dit het laatste Pelemaasjournaal. We zijn er weer op 5 januari. Weer of geen weer? Bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht wordt het zo'n 9 graden. Het is bewolkt, maar blijft droog. Ook overdag is het bewolkt en tijdens opklaringen wordt het circa 15 graden. Zondag wordt het 14 graden en ook dan zijn er opklaringen, maar is het overwegend bewolkt. Ik wens u hele fijne feestdagen en tot volgend jaar.